Vandaag ga ik het hebben over lavendel. En lavendel is een kruid dat dus paarsachtige bloemetjes heeft. En als je het aanraakt, dan geeft hij een hele intensieve geur. Lavendel komt eigenlijk voornamelijk in Zuid-Europa voor. En dan heb je hele grote velden met lavendel. Het is een paars, grijsachtig kruid en bestaat uit allemaal zaadjes. Eerst komen daar mooie bloemetjes in en daarna worden het zaadjes. Het is tijd om de lavendel te plukken en ook in de tuinen doet hij het goed. Dus je hebt al zo een grote bos met lavendel. En of het belangrijk is. Lavendel is heel bijzonder. Lavendel is namelijk een kruid dat gewoon zo'n hoge vibratie heeft, waardoor alles wakker geschud wordt. Zo zie ik dat dan. En als je dus kijkt naar de lavendel, is het zo dat dus de energie verhogend werkt in je systeem, in je lichaam. Het zorgt dat stress in je hoofd dus opgeruimd wordt. En het helpt om je gedachten op een andere manier te bekijken. Het werkt ook heel verhelderend. Het is namelijk zo dat nu de tweede keer dat ik deze opname doe, dat mijn gedachte dus contact wil maken met oplossingen. Die wil gewoon oplossing maken in mijn hoofd. En dat vind ik gewoon zelf heel speciaal. Dat doet lavendel. En ook helpt het mensen die met stress bezig zijn of moeite hebben om in zichzelf te geloven. Snel dus vanuit pijn naar een andere wereld willen gaan, zorgt de lavendel dat er op een diepere laag genezen kan worden en dat er dus ruimte voor jezelf ontstaat. Eigenlijk, als je kijkt, heeft dus lavendel ook veel te maken met de amethyst. Amethyst is een steen die paars gekleurd is. En die amethyst is dus een steen dat ook openmaakt, kristallen openmaakt, angsten angsten vermindert en zorgt dat je dus ook vanuit de nacht, ook vanuit moeilijke periodes, ziet dat er oplossingen mogelijk zijn en ziet dat er bepaalde dingen gebeuren kan. Lavendel, het ruikt zo lekker. Lavendel, je maakt het klaar als thee. Thee met lavendel. En het kan best wel heftig zijn, dus doe er even iets anders bij. Gewoon een thee of groene thee, dat is ook al prima. Lavendel kan je dus gebruiken als etherische olie. Die is redelijk vaak te vinden in winkels, omdat het een hele fijne olie is, dat ook heel erg intensief ruikt. Daar kan je dus bijvoorbeeld muggenbulten of andere insectenbulten mee indeppen, waardoor er minder problemen zijn met een bult. Ook helpt het muggen op een afstand te houden. Je kan bepaalde pijnen in het lichaam, kan je lavendel gebruiken. En dan merk je dat het overgaat. Ik weet zelfs van iemand die dus last had van reumatische klachten. En dat ging dus heel goed weg met etherische olie. En dan heb je eigenlijk maar een paar druppels nodig. En die doe je in een zalf of kokosolie. En 5 à 10 druppels daar is al genoeg. En dan heb je een heerlijk ruikende olie. En dan gebeurt er ook van alles. Dus
gewoon een aanrader om daar iets mee te doen. En dan heb je nog dat het ook goed is voor mensen die huidproblemen hebben. En daar gordelroos zelfs. Daar kan het dus de huid weer in evenwicht brengen. Emotioneel zal de lavendel helpen je de angsten te overwinnen. Emotioneel zal lavendel zorgen dat je dus weer ruimte krijgt om naar jezelf te kijken, om jezelf te doen. En zorgt het er ook voor dat je beter kan slapen. Grootmoeders die hadden het eigenlijk ook al goed bekeken. Die hadden in hun linnenkast een zakje met lavendel liggen. Waardoor het beddengoed heerlijk rook naar lavendel. En die geur die trok dus ook in het slaapgedeelte. Dus als je ging slapen, dan werd je dus door de lavendel rustig gemaakt. En kon je ook makkelijker in slaap vallen. Vooral als je dus overdag heel veel beleefd hebt, zal de lavendel zorgen dat er ruimte komt om bepaalde dingen te doen. En dat is op zich gewoon heel mooi. Daarnaast is het zo dat lavendel emotioneel, spiritueel, vanuit de zielscontact helpt om naar je eigen godin te gaan of je eigen goddelijke kern te gaan. En ziet dat ook jij daarin veel te vertellen hebt. Ook jij dus bepaalde dingen kan laten doen en kan laten stromen. Het is belangrijk dat je dus gelooft in jezelf, gelooft in je goddelijke kern. Want daarin creëer je ook de mogelijkheden om te groeien, de mogelijkheden om dingen naar je toe te halen. En merk je ook dat dingen die je wenst makkelijker kan ontstaan. Lavendel hoort ook bij het stukje van geloven in God. En het hangt er vanaf in welke fase je zit. Het hangt er vanaf hoe je bekijkt en hoe je de wereld inkijkt. Je kan kijken naar je eigen goddelijke stuk, want jij bent een deel van God, waardoor je dus via de verbinding jezelf ook beter leert kennen en ook jezelf meer op de wereld zet. Maar je kan ook zeggen van, ik heb behoefte om contact te maken met mijn God, met mijn gids. En dan weet je gewoon dat de lavendel kan helpen om dat voor elkaar te krijgen. Nou, ik maak momenteel zakjes met lavendel. En ja, heb je daar behoefte aan? Mail me dan via www.ayurta.nl. Kan je die sowieso aanvragen en dan kan je een zakje inclusief verzendkosten voor €5 ontvangen. Oké, dit was een stukje van de lavendel. Ik hoop dat je dus vaker gaat kijken, want ik probeer zoveel mogelijk de verhalen van kruiden momenteel via de webcam en via de weblog duidelijk te maken. Tot de volgende keer. Kijk ook eens op mijn website. Daar heb ik kruiden te koop. www.ayurta-webshop.nl. Ik verkoop ook kruiden thee en kruiden buideltjes. En ook verkoop ik mijn e-book, dat nu al zo ongeveer 600 bladzijden groot is. Op mijn website staat ook hoeveel het kost. Ga maar eens naar mijn website toe en kijk maar eens wat er allemaal mogelijk is. Tot een volgende keer!